Beste studenten, vanaf nu gaan jullie elke woensdag met je team overleggen over de voortgang van je eindopdracht. Je gaat elkaar vertellen wat je gedaan hebt. Je gaat als team kijken wat de impact daarvan is op je ontwerp. Moet je je ontwerp misschien aanpassen? Moet je nieuwe dingen gaan regelen qua materialen? En je gaat nieuwe acties afspreken voor wat er de volgende week gebeurt. Bij die gesprekken is altijd je studentassistent aanwezig. Dus die geeft ook aan wanneer ze precies ingeroosterd worden. Die gesprekken vinden plaats op Discord, in het voice channel van je eigen groep. Je kan het video channel gebruiken als jullie dat allemaal willen. Zodat we één centrale plek hebben. Tijdens die gesprekken ben ik ook gewoon online. Als er echt iets urgents is waar een docent voor nodig is, kan je me erbij trekken. Maar hou er rekening mee dat er meerdere groepen tegelijk aanwezig zijn. Deze gesprekken doen we net als de mentorgesprekken in een heel vast stramien. Waarbij je ook dan daarna heel makkelijk de notulen van die gesprekken volgens dat stramien kan invullen. Het stramien is heel simpel en kan je misschien meenemen voor later projectonderwijs verderop in je opleiding. Het is namelijk, je evalueert de actiepunten die van vorige keer stonden. Je hebt een actielijst, daar staat per teamlid in wie wat zou gaan doen. Ga je gewoon van boven naar beneden door. Teamlid 1, jij zou dit doen, is dat gelukt, kunnen we dat afvinken? Zijn er nog dingen boven water gekomen die we allemaal moeten weten? Teamlid 2, volgende acties, etc. Daarna evalueer je als team of het ontwerp aangepast moet worden. Dat kan heel snel. Nee, dat hoeft niet. We gaan gewoon door. En het kan zijn dat blijkt, teamlid 1 is erachter gekomen dat dit niet werkt. Dat moeten we op een andere manier gaan doen. Hoe gaan we dat in het ontwerp doen? Nou, heb je daar een gesprek over? Maak je een beslissing over? Dat betekent dat je daarna ook het ontwerpbestand moet aanpassen. Dat betekent dat je bij je notulen opnieuw je ontwerpbestand inlevert in assignment 3. De notulen krijgen elk hun eigen assignment. En als je dan gekeken hebt of je het ontwerp moet aanpassen en het eventueel aangepast hebt, maak je de nieuwe actielijst voor volgende keer. En daarin zeg je, voor de volgende vergadering heeft teamlid 1 in ieder geval dit af, teamlid 2 in ieder geval dit af, etc. Zorg ervoor dat het natuurlijk een behapbare hoeveelheid werk is. En zorg er ook voor dat je de deadlines niet te ver zet. Ik heb in een aantal van jullie plannings gezien bijvoorbeeld dat de deadlines alleen maar helemaal aan het eind stonden. De actielijst was dan, aan het eind is alles af. Dat is niet handig voor jezelf om effectief te werken als team. Je levert de notulen van je vergadering in een half uur na je vergadering. En dat doe ik expres zo kort, omdat dat aangeeft dat het niet veel meer werk dan een half uur zou moeten zijn. Schrijf gewoon even snel op wat je besloten hebt, lever het in. Dit zou niet een halve dag werk moeten zijn om notulen te maken. We gaan die notulen ook verder niet nakijken. De TA kijkt er met een schuin oog naar en als er hele gekke dingen in staan, trekken we wel even aan de bel. Maar dat is niet iets waar je punten voor krijgt. Ze zijn voornamelijk voor jezelf. Of voor ons, als jullie vragen hebben over hoe het proces gaat, dan kunnen we even in jullie notulen kijken wat jullie onderling afgesproken hebben. Op die manier kan je als groepen ervoor zorgen dat je het momentum houdt, dat je elke week minimaal één keer met elkaar spreekt. Dan zal het vast gebeuren, helemaal richting het einde, dat je als groep wat vaker met elkaar spreekt. Denk nog even terug aan de video over hoe online samen te werken. Als je nou buiten het woensdag overlegmoment om afspraken maakt, hè, je hebt even op Discord gepraat met elkaar en besproken, ik ga dit toch iets anders doen, of ik ga dit halen, want dat hebben we als extra materiaal nodig. Dat is allemaal prima, maar leg die afspraken vast. Mail even naar elkaar met, we hadden dit zojuist afgesproken. Of doe dat als een post op Discord, dat we dat later terug kunnen zien. Het is niet voor ons, het is voornamelijk voor jezelf dat afspraken traceerbaar zijn. Dus, elke woensdag vanaf nu een door de TA ingepland moment tijdens de dev-uren, waarin je even overleg hebt over hoe het gaat als team. De TA is erbij, maar is zeker niet leidend. Jullie hebben het gesprek zelf. En een half uurtje later lever je de notulen daarvan in. Er is een template voor die notulen. Gebruik elke keer dat template. Lever het in op de juiste assignment op Brightspace. Zodat wij de voortgang een beetje in de gaten kunnen houden. Heel veel succes met het maken en dus ook notuleren van jullie eindopdracht.